zomer is nog lang niet voorbij in Kattenvenne. De Genkse toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen trekt tijdens de zomermaanden toeristen aan van over heel het land. De planten waren veel groter dan nu. Dat weet ik. De varens waren verschillende meters hoog. De beste verstopplaatsen vond je in het carboon. Maar op het einde van het carboon begon er alweer een ijstijd. Annelien komt uit Oost-Vlaanderen en gaat met haar gezin miljoenen jaren terug de tijd in. Ze verkent er met gids Gino de Dino het stenenpad. We zijn op bezoek bij ons tante. En die heeft ons meegebracht naar Kattenvenne. En het is een hele mooie natuur. En we gaan naar de Dino-tentoonstelling. En we willen ook nog een keer naar Sea Mine gaan. Je kan nog tot en met 30 november het tijdperk van de dino's beleven. Er is zelfs een archeologische site waar je zelf opgravingen kan doen. Papa Bart en zijn gezin komen uit Brabant en zij gaan de sportieve tour op. Met de 18 banen van de minigolf is het een uitdaging om het balletje te putten. Deze is heel proper, heel clean en niet te moeilijk en niet te veel cinema. Op zijn Brabants gezicht dan. Het is de eerste keer dat ik hier kom. Het is wel zeer aangenaam, zeer rustig, veel groen en ontspannen, familiale sfeer. De ponytocht, familiebrunch en de vele rangeractiviteiten zijn een succes bij de kinderen. Terwijl de jongste ravotten in de speeltuin, genieten mama en papa van een glas op een gezellig terras. Een leuk parcours, soms wel moeilijk. In deze bosrijke omgeving is het genieten van rust en stilte nog de hele zomer lang. Sweet, sweet love.